hebben drie velden met verlichting. Maar vanwege de onstuimige groei van deze vereniging, ondertussen bijna 1100 leden, was er een dringende noodzaak en behoefte om ook het vierde veld, met name door de week op trainingsavonden, intensief te kunnen gebruiken. En zijn jullie daar blij mee? Ja! Waarom? Omdat we 's ochtends heel vroeg moesten hockeyen en dan hadden we geen licht, dus we konden de bal niet. Als je wil dat er meer gesport kan worden, en dan precies wat wij met het Schipholfonds willen, meer bewegen, dan heb je licht nodig, want dan kun je 's avonds ook door. Nou, dat was hun handicap, dat kon niet. En toen hebben ze een projectaanvraag gedaan bij het Schipholfonds. Daar hebben wij 64.000 euro hebben wij gedoneerd. Dat was het belangrijkste gedeelte eigenlijk van de kosten. En ja, nu hebben ze het vandaag officieel geopend. Er is licht, dus dat kan 's avonds ook gehockeyd worden. Ja, dit is de jongste jeugd van deze club. Hè. Die kunnen straks ook van dit veld gebruik maken. Ja, ik heb zelf een jonge dochter van 13, dus ik vind het prachtig.